Hey guys. I'm 34 weeks today. 34 weken, guys. 34 weken. I'm looking there. De Afrikaanse neus. Oké, hi allemaal. Welkom weer bij een nieuwe dag. Bij een nieuwe dag in Gladys Life. In Gladys Pregnancy Life. Prima. Nou, we zijn 34 weken, zoals jullie kunnen zien. Het gaat hard. Het gaat hard. Nou, ik hoop dat het vandaag een productieve dag wordt. Twee dames komen me helpen. Zoals je ziet, ja, een soort van alle kleertjes of zo. Die moeten nog allemaal gestreken worden en de kasten gedaan worden. Die ene keer had ik gewoon geen zin. En y'all know, I don't like iron. Ik ga strijken. Dus ik regel daar iemand liever voor. Dat hebben we dus gedaan. Kamertje zeg maar voor naast mijn bed. Dus die ga ik ook kijken als ik het vandaag ook alvast kan vullen met dingen. En ja, dat moet ook allemaal gewoon leeg. Want er zijn ook een paar dingen die ik nog bij de IKEA wilde halen. Hier moet het ook allemaal leeg. Dus kijk daar. Haar eerste twee jasjes. Als ik hier dan in de ochtend sta, dan draag ik haar zo. Bon, tot kindi. Wat allemaal bij je. Wat bij elkaar gitten. Dat is Irene. Die is net wakker. Oké. Ja, dat is Irene. Oh, bij een bouw niet uit. Oh ja. Oh, ik ben het. Nou, daar is Irene aan het strijken. Oh, mijn haat. Irene, hoe zeg je strijk ook in het Lingala? Repassé. Irene, als je passé. Als je passé, blambabana. Nou, mijn ouders hebben filmé. Nou, look leef, moest aan niet jouw salon. Dus. Ik moet gewoon weer naar buiten. Oké, ja, dat doe jij maar. Wat nog meer? Ja, dit, nee, dit wilde ik nu. Wat zijn jouw billendoekjes? Billendoekjes? Ja, die moet ik nog halen hoor. Oh, die heb je nog niet. Nou, ik heb wel, maar die is van David, maar die is van boven. Ja. Ik maak hem aan mijn deel. Ik maak hem aan mijn deel. Ah, lekker vervoer. Maar het is ook gewoon zo. Het is echt bloed aan mijn deel, weet je wel. Net als je hebt nog andere. Je hebt zeg maar, mijn naam is, ik ben geboren, bla bla bla. En dan heb je, ik ben een week oud. Twee weken oud. Die heb ik letterlijk die eerste week gedaan, hè? Ik denk de eerste maand of zo, weet je, met die kleedje. Met die kleed, ja, ja, ja. Klopt. Ik had ook de eerste maand gedaan, maar dan ik heb echt niet volgehouden. 12 maanden. Ik heb ook mama Cassie. Die in man. Ik dacht. Nou, iedereen heeft al een hoop lopen strijken daar zo. Oh. Ja, die huisvrouw worden. Wat huisvrouw? Ik heb ook al een beetje gevuld. Nou, Naomi is dan even Davids kamer lekker aan het opruimen, opfrissen. Oh, dat moet ik niet doen, dat hoort niet. Dat van corona. Waar komt die drukke periode? Dan waren de bedettingen wat meer aan het doen. Dat was heel erg laag.